In mei 2013 ben ik op de Tiel-Tielschool in Rotterdam-Sjaarloos, een plek waar meervoudige gehandicapte kinderen aangepast onderwijs krijgen. En we gaan nu naar het zwembad. Terwijl ik daar zit, vraag ik me af hoe het dagelijks leven eruit ziet voor de ouders van deze kinderen. Wat voor weerslag de intense verzorging op hun relatie heeft en op hun leven. Ik ben welkom bij Rob en Saskia Verhoef uit Portugal en maak het ochtendritueel mee met hun dochter Liz. Hey, goedemorgen Liz. Hallo. Hallo, ga jij wakker worden? Kom jij uit je bedje? Wat gaan we vandaag doen? Hier naartoe? Nee. Heb je luiers? Nee. Hoe hulpbehoevend is Liz? Nou, eigenlijk dus 24/7. Ja. He, want zij, ja, we kunnen daar uiteraard alleen voor de tv zetten. En dan heb je even zelf om je VI'tje of een krantje te lezen of je dingetje te doen. He, maar in feite heeft ze altijd haar persoonlijke verzorging. He, dus ja, ze is nog niet zindelijk. Terwijl ze 11 is, ja, heeft ze dat wel nodig. Even nog je jurkje aan. Hoi! Je houdt als een gek van Liz. Ja, tuurlijk. Ja, dit kan ze kwalijk in de Maas pleuren. Dus ja, tuurlijk houden we onwijs veel van Liz, weet je wel. Alleen, ja, dit had je natuurlijk nooit verwacht dat het in 11 jaar tijd, dat je nog dat dagelijkse gedoe hebt met luiers. Ga maar zitten. Lekker eten. Het is een heel ander leven dan je gedacht had. Nou ja, ja, dat absoluut. Hè. Dus in het begin heb je de klap van, ja, dit hadden we anders verwacht. Hè. Toen woonden we nog in Nesselanden, in een nieuwbouwwijk, een jonge wijk. En iedereen huisje, boompje, beestje. En ja, Liz bleek dus een kind met beperking. En ja, dan denk je van, ja, er staat sowieso de wereld op z'n kop. En je draait van, waar is het dan misgegaan? En ja, dat weten we tot op de dag van vandaag, weten we dat niet. Dus ik zeg altijd gekscherend van, ja, zij heeft het Liz-syndroom. Ja. Het is een speld in de hooiberg en ja, de wetenschap is ver, maar ze weten niet wat Liz heeft. Zo, klaar. Zo, speldje erin. Klik. Klaar. En op een gegeven moment ga je met z'n drieën verder. Ja. En dan pakt ieder zijn en haar eigen rol. Sas is heel, heel zorgzaam. Dus ja, dan, en ik ben daar wat meer ongeduldig in. Denk ik ook man eigen. Maar ja, dat gaat dan natuurlijk een weg vinden. Ja. Weet je wel? En, ja, ik bedoel van, ik heb dan weer andere taakjes. Hè. Bijvoorbeeld het zwemmen op een zondagochtend. Gaan we naar de Lansing. Ga ik samen met Liz. Speciaal voor gehandicapten. Dus we zitten met 8 kinderen. En met vrijwilligers die helpen. En dan gaan we gewoon een uurtje in de Lansing zwemmen. Ja, je had me ook verteld, dat viel mij op. Er zijn mensen die hebben het nog veel zwaarder. Ja, je gaat het eigenlijk bagatelliseren. Hè, van, omdat je in een soort tunnelvisie zit van 11 jaar. Van nou oké, je gaat ermee om zoals je ermee omgaat. En het beste voor Liz. He, maar als je dan op de school komt, dan denk je van ja, er zijn nog heel veel kinderen waar het nog echt veel erger mee is. He, dan zijn wij dan eigenlijk nog heel gelukkig dat Liz op haar manier kan lopen, ondanks dat ze spalkjes heeft. Ja. He, maar ja, een zondevoeding en kinderen die helemaal spastisch zijn, dan denk je van nou, dan tel je ook weer je knopen van het had nog erger kunnen zijn. He, en ja, dan hebben we onderling op die school zoveel respect voor elkaar als ouders onderling, dat je denkt van ja, we doen het er wel even allemaal bij. Perfect? Ja. Goed zo. Heel goed. Lekker hè? Yummy. Wat zou je de buitenwereld willen laten weten?
Nou ja, dat het inderdaad geniet van het moment. Ook al is dit kind is een aparte handleiding, Liz. Hè, bedoel, door dat ochtendritueel. Hè, bedoel van, en dan genieten we er toch enorm van. Hè, terwijl we eigenlijk ook wel eens in ons achterhoofd denken van, ja, Liz is nu 11 jaar. Die had natuurlijk zelf ook de cornflakes kunnen eten. Die had ook zelf haar aan kunnen kleiden en wassen en zelf de tanden kunnen poetsen. Fietsie klaar. En die had gewoon lekker naar school gegaan met de vriendinnen en klaar. Weet je wel? En dat is die tunnelvisie waar we in dan zitten. Maar ja, dat is wel van ja, het is allemaal gewoon dat je maar een normaal kind krijgt. En wat mij betreft is inderdaad het motto carpe diem. Hè. Je leeft nu, je leeft vandaag. En ondanks het kind met de beperking die Liz is, geniet ze enorm van haar wereld. Hoe klein die ook voor haar is. Ja. Hè, dus, zit je ook wel stuk? Nou ja, iedereen heeft wel een uitlaatklep nodig. Hè, bedoel van, en dat is bij mij dan dat ik met mijn pa altijd naar de Kuip ga. He, dus Feyenoord doet altijd goed. He, in goede tijden, slechte tijden, dat maakt niet uit. Dat is een uitlaatklep. Mijn vrouw heeft het sporten. He, dus Sas die gaat gewoon lekker 2 keer per week sporten. En ik heb altijd zoiets van 1 keer per jaar wil ik gewoon met mijn maten gewoon even een paar dagen gewoon weg van alles. En dan gaan we lekker fietsen in Frankrijk, wandelen in Frankrijk, een biertje doen en lekker eten. Dat ik gewoon even met mijn maten helemaal weg ben. Maar kortom, het leven concentreert zich rondom Liz. Rondom Liz, ja. Met alle liefde. Met alle liefde en we gaan er uiteraard gewoon lekker op uit. Weekendje weg of naar een vakantie. Ja, we hebben dan wel een vast stekje. Hè. Ze geniet van het zwemmen en de zon en de zee. Dus ja, meestal is dan toch Mallorca, Alcudia. Dat is toch wel ons dingetje geworden. Dat we zoveel mogelijk haar als toch wel als een normaal kind willen zien. Ondanks de beperkingen. Dankjewel. Yes.